Hij weigert de tekst van het dak van zijn boerderij te halen. Jezus redt. Joop van Ooyen uit het Zuid-Hollandse Giessenburg riskeert daarmee een boete die op kan lopen tot maar liefst 13.000 euro. Maar ergens vind ik dat toch iets voor de psychiatrie misschien. Als je niet wil zien, draai het erom. Ja, maar goed. Ik moet zoveel zien. Als ik in de stad loop, moet ik zoveel zien waar je kleine rode oortjes van zou krijgen. Jezus redt. Iedereen die in de buurt van het Zuid-Hollandse Giessenburg rijdt, kan het zien. Joop is 56 jaar. Hij heeft 16 kinderen en is diep gelovig. Ergens vind ik dat toch iets voor de psychiatrie misschien. Amen. Afgelopen zomer schilderde hij samen met zijn oudste zoons de tekst op het dak. Maar die tekst moet eraf. De gemeente Giessenlanden stuurde een brief. Er is geen vergunning en de letters zijn te groot. Een boete dreigt. Het besluit is duidelijk. 500 euro per week betalen. Tot 13.000 euro. En dan moet het eraf zijn, anders laten we het eraf halen. Maar ergens vind ik dat toch iets voor de psychiatrie misschien. Oké, dit is te veel die niemand wil. Jezus, verlosser, die maar ergens vind ik dat toch iets voor de psychiatrie misschien. Ook 's avonds zorgt Joop van Ooyen dat zijn tekst voor iedereen goed leesbaar is. Je hebt toch iets voor de psychiatrie misschien. Maar moet u nu niet eigenlijk de overheid gehoorzamen? Want dat staat in de Bijbel. Tuurlijk moet je de overheid gehoorzamen. Alleen de vraag is, wie is de overheid? Is dat hier een van de lokale wethouder die het dus een bol gekregen heeft om de letters van het dak te laten halen? Of is dat het Europese Hof? Ik denk het laatste. Maar ergens vind ik dat toch iets voor de psychiatrie misschien. Jezus redt, dag en nacht op je dak. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van...